Dit weekend vindt de 16e editie van het Veerhavenconcert plaats. Ja, wat kunnen we allemaal verwachten? We hebben zaterdagavond het Nederlandse Filharmonisch Orkest met drie prachtige solisten, sopraan, mezzosopraan, tenor. En een hele jonge dirigent, is pas 29, maar die staat daar te dirigeren. En Toonkunstkoor Amsterdam. Ik ben Hadwig Elders, ik ben 19 jaar en ik speel nu al 13 jaar viool. Ik ga de Carmen-fantasie van Pablo de Sarasate spelen, gebaseerd op de opera Carmen van Bizet. Ik denk eigenlijk dat het een heel sprookjesachtig concert is, want het is ook in de avond, dus het wordt donker. En ja, zo'n groot podium met zo'n groot orkest en prachtige muziek, dus heel sprookjesachtig. Dus 125 man op het podium zaterdagavond. En zondagmiddag, eigenlijk ook heel bijzonder, dan gaan we eroverheen, hebben we 145 man op het podium. Dat is helemaal ongelooflijk. Rotterdams Jeugdsymfonieorkest. En we hebben het Operakoor Rotterdam. We hebben Pelle van Esch, bastrombone. En we hebben Miranda van Kralingen. Zij gaat en presenteren, maar ook zingen. Zij is een prachtige sopraan. Heeft ooit het eerste Veerhavenconcert gedaan, 16 jaar geleden. Dus dat is wel heel leuk dat ze nu terug is op de zondag. En we willen haar niet alleen laten presenteren, maar ook laten zingen. Dus, het klinkt allemaal klassiek, een beetje stijfjes, maar dat is het allerminst, hè? Nou, we willen eigenlijk een programma wat voor iedereen toegankelijk is. Dus het leuke is, er zijn allemaal verschillende componisten, verschillende stijlen. Ik denk dat heel veel mensen de muziek ook kennen. Er zit zelfs ook nog veel muziek in op de zondag. Maar ook op de zaterdag, klassiek wordt heel vaak gebruikt in reclames en onder tv-series en mooie films. Dus als je hierheen komt, ook al denk je ik hou niet van klassiek, als je hier zit, laat je je meevoeren. En dan denk je, joh, it is zo mooi. Echt prachtig, ja. Iedereen moet komen luisteren.